Nationaal kampioen met 40-06. Dit kan ook een gevaarlijke zijn. Esther Kiel ook in topvorm dit seizoen en in de marathons, waar ze marathons won, schaats tegen Lisan van der Linden. Kiel al voor haar 9e NK allround. Lisan van der Linden, 1 keer een NK sprint gereden en dit is haar eerste NK allround. Allemaal persoonlijke koers gereden dit jaar. Jammer, jammer, jammer. Kiel was goed weg. Ja, waarom noemen we Esther Kiel? Heel vaak plek 6, 7, net buiten die wereldbekerwedstrijden. Maar dit jaar in die marathonwedstrijden 4 keer achter elkaar de beste. En de kenners hier vanochtend bij de training noemden al deze Kiel als mogelijke outsider van die top 3. Ja, ze komt vanuit de 1500 meter. Dat is haar basisafstand. Daarmee is ze omhoog gekomen. Dat was haar sterke punt. En nu met die lange afstanden ook in de benen. Zou ze een rol moeten kunnen spelen. Maar dan moet ze wel de 500 meter overleven. Buitenbaan. 1 valse start mag. De 2e valse start. Doe de stoor. Voor wie dan ook is einde toernooi. Ready. Iets minder stabiel nu de start van Esther Kiel. Richting die 11 seconden in de opening. 11-1 is uitstekend. Zeker van Oranen. Zelfde opening als tijdens haar persoonlijk record. Toen reed ze onder de 40 seconden. Maar een snelheid moet dan naar de 51,5, 52 per uur. Zit dat in de benen. Tijd aanvallen van Merel Konijn, de nationaal kampioen allround, 40-06. Esther Kiel op haar 500 meter met valse start. Goed hoor, uitstekend, 39-75. En evenaring van haar persoonlijk record. Uitstekend gereden. Het bord staat zelfs 39-74. Ja, de televisie geeft 75 aan. Dat is verwarrend. Dus, nou, dan zeggen wij gewoon, persoonlijk record en is het uitstekend gedaan. Ze verbetert zich. Dit is heel netjes van Esther Kiel. Wachten we even op de 1000ste als daarnaar gekeken wordt. Maar kijk naar het gezicht. Ja, dat gaat waar. Door die wedstrijden, die marathonwedstrijden, is ze tempo harder geworden. En denken wij dat zij echt een rol van betekenis gaat spelen. Dus, we hebben gezien de nationaal kampioenround. We hebben gezien al een podiumkandidaat in Adema met een ijzersterke wedstrijd, persoonlijk koor. Kiel met een persoonlijk koor. En dan zo dadelijk komen de kanonnen. In rit 6 Beunen, in rit 8 Rijtma de Jong, in rit 9 Groenewoud. Maar eerst Eline van Voorde tegen Bente Kerkhoff. Ready. Ook een steer aanleg met de Kerkhoff. Openingen van de 11-5 is voor Kerkhoff goed. Die is niet zo van het snelle openen. Goede focus, hogere snelheid. Maar ook voor haar zou een persoonlijk koor met die 11-5 opening mogelijk moeten zijn. Maar dat zal er niet zijn in de 39 seconden. Kerkhoff komt naar 40-77. Dat is een persoonlijk record voor Bente Kerkhoff. Uitstekend gereden. En 41-56 voor Van Voorde. Dat geen PR. Nee. 4 persoonlijke records bij de vrouwen. Dat is vallend goed. De omstandigheden zijn goed hier in Tielhof. Morgen weten alle schaatsers. Wordt het slecht weer. Dat is voordelig voor Tielhof. Dus de luchtdruk lager. Maar 4 persoonlijke records in de eerste 5 ritten. En zo hard wordt er niet gereden op een 500 meter allround toernooi. Normaal gesproken, als we kijken naar de top 10 van tijden, zit je met 39-29 al in die top 10. Jurien ter Mors was twee keer de allersnelste. Rijtma de Jong zit in dat eerste rijtje van 3 38ers. Maar de rest allemaal in de 39 seconden. Beunen kan in potentie ook een 38er.
Heeft een persoonlijk record van diep in de 38 seconden. Kwam in 10,5 nog niet onder een 39,29. Schaats tegen Jade Groenewoud. Ready. Deunen, uitstekend seizoen tot dusverre. Jade Groenewoud van Talentnet, de herenkampioen junioren. Oh, ja, dat was Deunen ook ooit. Opening is voor Deunen. Groenewoud, L5, kan beter. Zwaar programma achter de rug, die junioren. Sneller naar die 51 bij Beunen. Blijft doorversnellen, ja hoor. Beunen, vorig jaar de verrassende nummer 2 achter Merel Konijn. Begint op de scherp van de snede. Prachtig duel tussen beide vrouwen. Dit is een belangrijke, de eerste 500 meter, 39,53. Zij is daarmee de snelste vrouw van de dag tot nu toe. Uitstekende rit van Joy Beunen. En voor Groenewoud met 40,50, beste seizoentijd. Dus hiermee meldt Beunen zich echt vooraan. En is het afwachten wat Rijkma de Jong hier tegenover kan zetten. Ja, Rijke Groenewoud. Lisse Wijfje nog. Pakt hier een verschil van 22 honderdste op Estik. En 15e op meer.